Dit is vlog nummer 68. Internationale ontwikkelingen, eindelijk, en het 10-jarig bestaan. In deze vlog bespreken we de spectaculaire ontwikkelingen in de maand december van 2021. Het is winter, we staan op landgoed Marienheuvel. We hebben prachtig weer, zoals altijd. We zijn bezig met het meest circulaire proces wat er bestaat. Compost van onze gebieden, spullen zijn we aan het uitstrooien over onze groentetuin. We hergebruiken dus ons eigen materiaal. We zoeken als meer groen een oplossing voor het spanningsveld tussen onze leefomgeving en de samenleving. En daar is de klimaatcrisis maar één aspect van. Dit soort zaken los je niet op door biologische groenten te kweken of vegetariër te worden. Alleen massale internationale prioriteit kan een oplossing brengen. Nadat we in 2020 met de hulp van de Meer Bomen.nu actie nationaal gingen, brak in november-december de eerste internationale aandacht door. The Guardian wijdde een artikel aan de slimme Nederlandse manier om gratis bossen te planten, gevolgd door het World Economic Forum in Davos. En op 10 december konden we de eerste oogst- en plantacties houden in België, in aanwezigheid van de Vlaamse minister van Natuur, het Belgische staatsbosbeheer en EU-commissaris Timmermans, die interesse toonde om te helpen onze aanpak te gebruiken en te professionaliseren, zodat we in heel Europa aan de gang kunnen. Er is geen mooier cadeau denkbaar voor ons 10-jarig bestaan. Zo snel kan het gaan als de waarde van onze aanpak opgepikt wordt. De rest van de maand waren we ook druk in de weer, in willekeurige voorgooien. Met 3x30 mensen in Arnhem hadden we een turbo-oogstweekend, waarop we bijna 10.000 boompjes verzamelden. En leuke dingen kom je altijd tegen, zoals een hazelworm en soms eetbare judasoorpaddenstoelen. In de Weesperpolder zijn al verschillende plantacties gehouden. 8.000 van de 12.000 aangeleverde boompjes zijn inmiddels geplant, maar daar moeten in totaal 50.000 boompjes komen. In een koude periode gingen we toch door, bijvoorbeeld in het Groene Carré, de Groene Wilde en in het bosplantsoen van Calorama in Hoofddorp. We hebben verschillende plekken ontdekt waar honderden kersenbomen en hazelaars voor het oprapen staan. Die zijn zeer gewild. De verdeling van boompjes over de 60 bomenhubs en plantlocaties komt ook stukken beter op gang dan vorig jaar. Dan gaan er weer 2000 naar Goes en dan weer 1500 naar Schagen. Wat ook erg helpt is de samenwerking met de landbouwparken. Die staan vol met tamme kastanjes en kardinaalsmutsen die zich uitbundig uitzaaien. Onze aanpak voor herdistributie is ook stukken beter dan afmaaien en verstipperen. In Aalsmeer is er naast het Zuilvoort als ooglocatie ook de oude waterzuivering bijgekomen als boomhub en als oogstlocatie. De wethouder wil alle 32.000 inwoners van Aalsmeer een boom doneren en hielp ook mee met een inkuilactie. In Noordwijk is ook een spontane actie ontstaan. Er zijn door de gemeente wilgen gesnoeid en wij mochten daar 500 wilgentakken van komen halen, die vervolgens herplant zijn in Weesp. Ook in Sassenheim, gemeente Teylingen, gebeuren leuke dingen. Op 14 december hebben we in een bosplantsoen een bollenactie gehouden, ook met de wethouder en de eerste 15 potentiële leden van een meergroenwerkgroep. Deels zijn de bollen met de hand geplant en deels met een bollenplantmachine. En er staan nog meer acties op het programma. Als je het leuk vindt om in de natuur te werken, kom dan een keer kijken of liever doe een keer mee. Laat het weten via info@stichtingmeergroen.nl.